Yo kijkers, mijn naam is Levi. Welkom weer bij deze nieuwe video van... Ja, ik ga dus laten zien hoe OBS Studio werkt. Nou, ik laat het alleen zien bij video's maken. Ik laat het niet zien bij livestreams, want dat komt omdat... Ja, dat weet ik zelf ook nog niet zo goed, dus dan moet je maar beter naar een ander filmpje gaan. Maar dat laat ik je dus zien. Maar je moet natuurlijk als eerste weten hoe je OBS Studio moet downloaden als je het nog niet hebt. Dus dat gaan we als eerste gaan we dat downloaden. Dus zoek op OBS Studio. Dan gewoon download. Druk je op enter. Hier download OBS Studio. Volgens mij is deze ja, inderdaad. Of toch niet. Nee, volgens mij niet. Hier gewoon OBS Studio. Ja, hier, deze is het. Deze moet je dus hebben. Ik ga nog wel één keertje terug. Deze, gewoon die OBS Studio. Dan klik je erop. Doe het eventjes in het Nederlands. Nee, doe maar gewoon Engels. Oké, dus dit moet je dan hebben. Stel je hebt een Windows. Trouwens, dit is alleen voor laptop en voor computer. En dit kan ook op Apple. En ik doe dit nu op de Windows. Dus stel, je hebt een Windows computer of laptop. Klik je op die. Stel een Mac OS. Ik weet echt niet hoe je dat moet uitspreken. Klik je op die. Stel een Linux. Ik weet echt niet wat het is. Dan klik je op die. Nou, ik heb Windows. Dus als je Windows zet op die. En Mac OS. Die. Dan moet je gewoon op die klikken. En Linux moet je hierop klikken. Nou, als je, ja, en dan moet je dat gewoon downloaden. Als je daarop klikt, ja, dan komt als het goed is hier zo download dingetje. En dan kan je het gewoon downloaden. Gewoon hoe je andere apps normaal dan ook gewoon downloadt. Nou, we gaan dus nu in OBS Studio. Moet ik eventjes mijn vensteropname veranderen. Ja, deze, kijk. We zitten dus nu in OBS Studio, zoals jullie zien. Ik ga er wel eventjes naar de volgende pagina. Ja, hier. Kijk, zoals jullie zien, dit wat hier allemaal staat, hebben jullie nog niet. Omdat jullie nog niks hebben gedaan. Dit is dus mijn eigen scène. Oh ja, dat moet ik ook nog uitleggen. Je moet als eerste scène aanmaken. Dus dan ga je hier naartoe, naar het plusje. En maak de scène aan. Je mag zelf weten hoe je die moet noemen, wat je zelf het fijnst vindt. Ik noem hem... ik noem maar een test. Want dit is eventjes een test. Jullie hoeven niet te doen wat je zelf het fijnste vindt. Die naam moet je dan geven. Klik je op oké. Nou, zoals jullie zien. Ja, heb ik nu zin. Dat moet anders, kan het niet. Maar je ziet, als je nu opneemt. Hier start het opnemen. Ja, als je dat doet, heb je alleen maar voor het beeld. Nou, dat moet natuurlijk niet. Dus, stel, ik ga gewoon als eerste laten zien hoe je, ik ga even Roblox openen, want dan ga ik laten zien hoe je, even een voorbeeld, ik open even Roblox, dus een spelletje, ja, hoe je dan het spelletje kan zien. Dus dat doe ik eventjes zo, ga ik weer eventjes terug, oké. Wat je als eerste moet doen, je moet hier naartoe bij bronnen. Klik je op een plusje en dan doe je vensteropname. En trouwens, ik heb het in het Nederlands. Als je het in het Engels hebt of een andere taal, moet je eventjes naar de instellingen. Ik laat als eerste eventjes de instellingen nog zien. Moet je naar algemeen, naar taal en dan zoek je gewoon even Nederlands op. Moet je naar beneden scrollen, zoek je Nederlands op. Dan doe je oké, moet je die even opnieuw opstarten. Ja, of je wilt het gewoon in het Engels houden. Alleen ik heb het in ieder geval in het Nederlands. Maar dit begrijp ik niet. Dus dat leg ik maar beter niet uit. Kijk, stream leg ik al sowieso niet uit. En ik weet niet hoe het moet. En dat doe ik niet in deze video. Dit is de uitvoer. Volgens mij is dat wel belangrijk. Maar je hebt het niet per se echt brood nodig, denk ik. Nou, we gaan als eerste naar de audio toe. Dat is wel belangrijk, vind ik dan, voor mijn opname. Kijk, als eerste. Weet je wat ik gewoon kan doen? Je kan bij uitvoer, kan je
Leg qua uit wat je moet selecteren. Deze gewoon simpel. Deze 2500 kbps. Ik weet echt niet wat dat is. Encode software. X264. Dit moet je gewoon selecteren in plaats van die. 320. Van dit. En dit gewoon zo houden. En ja, en hier, ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar in ieder geval, zo moet je het ongeveer hebben. Kijk, hier Levi video's. Ja, ik heb Levi, dus daarom heb ik dat. Ja, dus daar moet jullie als het goed is een andere naam voor hebben. Maar ja, dat stukje ga ik beter niet te veel over uitleggen. Want ik snap het niet heel erg. En straks snap jij het ook niet. Want dan moet je beter gewoon naar een ander filmpje gaan. Kijk, hier. Ja, moet je dit ook gewoon aan doen. Opnamekwaliteit moet je deze selecteren. Opnameformaat, deze. Encoder, deze. Aangepaste instellen. Nou, daar heb ik niks. Buffer inschakelen. Niks op doen, want dat heb ik ook niet. We gaan nu naar de audio toe. Oké. Ja, je moet dit hebben. Dit boeit nog niet superveel. Alleen dit boeit echt heel veel. Want of je geluid wilt hebben, of je stem hoort of niet. Nou, en dit is het geluid van het spel. Dus stel, je hebt geluid in het spel. Dat neemt je dan op. Dan moet je gewoon luidsprekers, die laptop, ja, audio moet je deselecteren. Als je dat wilt horen, uitschakelt, hoor je het niet. Standaard instellingen, ja, ook volgens mij niet. Nou, en je hebt nog eentje daarvan. Die heb ik uitgeschakeld, want anders hoor je een beetje, denk ik, ja, een twee keer het geluid van het spel. Dit is het geluid waar je mee je stem hoort. Als je een video wilt maken zonder praten, doe je die uitgeschakeld. Met praten doe je deze. Oké. Okay. En de rest moet je allemaal uitschakelen, want anders hoor je drie keer je stem. Nou, dat is denk ik wel heel lelijk. Oké. Okay. Nou, en dit moet je gewoon allemaal gewoon laten. Gewoon hoe het staat is wel goed. Oké. Okay. Dit is video. Ja, op zich staat het hier gewoon wel goed. Dit is gewoon, ja. De audio zie je, vind ik het makkelijkste in. Nee, het makkelijkste is gewoon het handig. Vind ik het belangrijkste in de instellingen. Ja, bij video moet je ook gewoon zo laten. Stel, je denkt van dit klopt nog niet bij mij. Bij mij is het anders. Laat het even weten in de reacties. En stel de reacties zijn uitgeschakeld, want je ziet een beetje mijn gezicht en dan worden ze uitgeschakeld. Vertel dan maar in een andere video waar ze aanstaan, de reacties. Dan moet je zeggen als je iets mist. Ja, zo van, als je nog denkt van dit moet ik eventjes weten. Dit is nou toetsen. Nou, moet je vanaf blijven. En dit ook. Nou, de instellingen hebben we in ieder geval gewoon gehad. Nu moeten we naar de bronnen toe. Zo, en het klik op het plusje. Als eerste doen we de vensteropname. Nou, klik daarop. Ik noem die eventjes. Ja, ook wel test. Prima, doe je oké. En kijk, je moet sowieso een app openen, want anders heb je geen vensteropname, snap je? Kijk, ik zit nu in Roblox, zoals je ziet. En ja, als je gewoon dit doet, ja, dan zie je niks. Dus kijk, hier bij test moet je op de venstopname, dus op je naam, bij de venstopname moet je dan op klikken. Dan moet je het selecteren, dan ga je hier naartoe. En dan klik je dan op Roblox. Ja, en stel je het Fortnite of zo of Minecraft, klik je daarop. En of je, maar stel je het Google en Roblox, kan je kiezen tussen of je Google wilt of Roblox. Nou, als ik nu op Roblox zit, zie je Roblox. Het beeld. Hartstikke handig. Maar het is nog handiger. Als, ja, en trouwens, ik zeg het nog wel een keertje. Je moet een app hebben.
Anders, ja, wilt de venster opname niet, anders heb je gewoon een zwart beeld. Oké. Nu wil je natuurlijk ook je gezicht hebben. Al, ja, dus stel je wilt je gezicht hebben, ga je weer naar het plusje toe. Ga je naar hier naartoe, video opnameapparaat. Klik je daarop. Nou, en ik doe die eventjes. Nou, ook wel test, want ik test het allemaal. Nou, dan klik je daarop en dan klik je op oké. De naam is al in gebruik. Ja, dat klopt. Dus moet ik een andere naam gebruiken, want die heb ik net al gebruikt. Oké, test 2. Klik je erop. En dan doet hij het helaas even niet. Dat is wel jammer. Zo'n beetje balen. Nou, ik denk dat het een beetje komt omdat, ja, ik heb 2 OBS Studio's. Ik heb eentje waar ik opneem, waar ik het uitleg. En ik heb eentje, ja, waar ik laat zien wat je allemaal nodig hebt. Dus zo van, ik heb, ja, 1 OBS Studio beeld. Ja, hoe leg ik dat nou uit? Ja, daar neem ik op. En dat laat ik dus hier nu zien. Ik denk dat het niet kan bij 2 beelden. Dus wat je dan gewoon normaal moet doen. Je moet gewoon hier op klikken. Hierop. Geef je naam. Klik je op oké. Dat heb ik net ook laten zien. Als het goed is heb je bij jou nu wel een facecam. Kijk, wat je nu ziet bij mij op het scherm. Je ziet nu een facecam. Die. Die facecam. Ja, hoe leg ik dat nou weer uit? Ja. Zoals mijn facecam, die zie je nu op het beeld. Als het goed is hebben jullie die ook. Maar die kan je ook kleiner of groter maken. Ik laat het nu eventjes zien bij de vensteropname. Klik je er gewoon op. Zie je die rode vakjes. Dan maak je die gewoon kleiner of groter. Zo groot of klein als je wilt. Dus je mag zelf weten hoe groot je of klein het wilt doen. Ik haal hem gewoon eventjes zo. Dus ja. Ik haal hem gewoon zo. Alleen ja. Ik ga eventjes naar het andere OBS Studio heen. Kijk, je ziet nu dus nu mijn gezicht. Dat zie je nu. Als het goed is heb jij dat dan nu ook. Maar ik heb dat opeens niet. En trouwens, ik ga nog eventjes doen. Als je op overgang klikt, heb je het ook bij de andere beeld. Snap je? Probeer het nog 1 keertje. Het is gek dat hij het niet doet. Even verwijderen klikken. Kijk, als je eentje fout hebt. Stel eentje is niet goed gelukt. Klik je op de andere muisknop. Dus niet op de. Dus niet op waar je normaal op klikt. Maar gewoon op die andere. Op de andere. Op de rechter gewoon. Niet gewoon zo opklikken. Maar gewoon zo. Je snapt me denk ik wel. Gewoon de andere kant van de muisknop. Dan klik je op verwijderen. En dan ja. Of nee, als je het niet wilt. Ja. Nu is het dus verwijderd. Ik ga je weer naar plusje toe. Videoopnameapparaat. Klik je op oké. Ik noem hem nu eventjes test 3. Klik je op oké en dan doet hij het nog steeds niet. Dat is wel een beetje jammer. Als het goed is bij jullie wel. Als het niet lukt, ja, sorry daarvoor. Ik ging net eventjes. En voordat ik opneem ging ik het ook uitzoeken, maar toen deed hij het ook niet. Zeker omdat ik twee OBS Studio. Een beetje lastig om uit te leggen. Ik heb 2 OBS Studio's. Want zo, kijk. Ik heb 2 beelden van OBS Studio. Eentje waar ik opneem en eentje waar ik het laat zien. Ja, een beetje ingewikkeld vooral. Alleen in ieder geval, dat doet hij dus eventjes niet. Dus dat is wel jammer, maar in ieder geval zo. Kan je dus opnemen. En dan klik je gewoon op start het opnemen. Ik doe even nu eventjes een test. Opnemen. Hallo, dit is een test. Vandaag gaan we eventjes Roblox spelen. Nou, bla 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 bla. En dan klik je op stop met opnemen. Als die klaar is. Nou, nu is het opnemen gestopt. Opname gestopt. En dan ga je gewoon naar je bestanden toe. En dan ga je naar video's toe. En dan moet je naar die video toe gaan. En als het goed is, heb je die video dan. En dan kan je die lekker op YouTube plaatsen of op iets anders.
Dus ja, dan is het dus klaar. Hey, wel jammer dat ik die facecam niet kon laten zien. Maar ja, dat kon opeens niet. Dus sorry daarvoor. En zo werkt dus een beetje OBS Studio. Misschien maak ik er nog wel een tweede deel van. Als je denkt van, ik denk dat je een tweede deel ervan moet maken, laat dat dan weten in de reacties. En ja, zo werkt dat dus. Dus laat het weten als ik een tweede deel moet maken. Laat het weten. Nou, ja, als het heeft geholpen, ga dan zeker liken en abonneren. En op het belletje te klikken, blijf op de hoogte van al mijn video's. Ik denk niet dat ik het duidelijkste kan uitleggen hoe het werkt. Ik vind het soms ook wel lastig om het echt goed duidelijk uit te leggen. Ja, hoe dingen werken. Want ik vind het soms zelf ook wel lastig om het uit te leggen. Ja, dat vind ik soms gewoon wel lastig om het uit te leggen. Als het niet duidelijk is, ga maar dan naar een ander filmpje toe. Alleen ik hoop dat het jullie heeft geholpen. Abonneer zeker. En op het belletje te klikken, want ik blijf op de hoogte van al mijn video's. Nou. Ja. Dan heb ik nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie weer bij de volgende video later.